Sinds de nieuwe dienstregeling van de NS op zondag 11 december inging, vertrekt er vrijwel geen trein meer vanaf spoor 1A in Nijmegen. Niemand kan uitleggen waarom en ook de NS heeft geen duidelijke verklaring. Voorheen was spoor 1A de plek van waar de trein richting Den Helder en Schiphol reed, maar die vertrekt nu vanaf spoor 4A. Alle NS-treinen vertrekken sinds de nieuwe dienstregeling van spoor 3 of 4. Alleen vroeg in de ochtend en laat op de avond rijdt er een trein van spoor 1A. Dat de NS geen duidelijke verklaring heeft, blijkt wel uit het feit dat op Twitter vaak wordt gezegd dat de reden niet achterhaald kan worden. Mails blijven onbeantwoord. Ondertussen is het vooral in de spits druk in de smalle reizigerstunnel. Afgelopen zaterdag waren honderden liefhebbers van kickboksen in de Jan Massenhal aanwezig. Daar vond het Fighter Hard kickboksgala plaats. Vanaf 2:00 middags werd er al gestreden om de winst. Om er een echt familiespektakel van te maken was alcoholgebruik niet toegestaan. De Nijmeegse Perry Ubeda trad 's avonds aan voor een veteranen titelgevecht. Helaas ging die partij verloren. Maar de 45-jarige Ubeda verliet de ring met opgeheven hoofd. Ik vind het geweldig dat ik hier in de eigen stad, Nijmegen, de oudste stad van Nederland, voor onder fans op kunnen vechten. Maar het is wel te zien, hè. Ik ben te oud, dus ik ben er wel meteen klaar mee. Bedankt voor die steun. Kickboxliefhebbers moeten wachten tot maart voordat er weer een gala plaatsvindt.